Jongeren moeten bewust worden gemaakt over Afro-Surinaamse cultuur in al haar vormen. Daarom begon vandaag de tweedaagse Afro-Surinaamse dialoog, genaamd Opvoeding en Identiteitsontwikkeling. De organisatie ligt in handen van de stichting Henri Frans de Siel in samenwerking met de OS Latour en Caprino Alendi Mulo School. Deze dialoog is het één na laatste project in het kader van de herdenking van 160 jaar afschaffing van de slavernij in Suriname. De stichting streeft met dit project naar bevordering van het bewustzijn en de kennis rond identiteitsontwikkeling en het kritisch overdenken van de historische en maatschappelijke positie van Afro-Surinamers. Trainer Julian Salman ging middels praktische voorbeelden in op enkele problemen binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap. Dat maakt van dat kinderen, vooral van Afro-Surinaamse ouders, soms naar school gaan en ze zoeken aandacht. En die aandacht die ze willen, komt soms verkeerd uit, toch? Op een negatieve manier. En wat gebeurt? Je krijgt vechtgedrag. Ja. In de klas vechten, druk zijn, niet naar je vrouw luisteren. Dus je zoekt aandacht op een negatieve manier en dat kan niet. Salman leerde de kinderen ook het belang van ouderschap en gehoorzaamheid in de opvoeding. Het is voor elk kind belangrijk om in een gezonde omgeving opgevoed te worden, want dit draagt bij aan de verdere ontwikkeling. Welk kind is niet blij als je een 10 krijgt? Welk kind niet? Iedereen is blij toch als ze een 10 krijgen, maar als je een onvoldoende krijgt, voelt het lekker aan? Nee toch? Dus die invloed van mama en papa in een huis is heel belangrijk. Wat je eet, wanneer je moet eten, met voeding naar school gaan, op een juiste manier leren om met jezelf om te gaan. Leerlingen moeten als resultaat van dit project meer kennis over de Afro-Surinaamse opvoedingsrituelen en de overdracht van normen en waarden zijn bijgeleerd. Vergroting van bewustwording over behoud van cultureel erfgoed en kennis over de ontwikkeling van de Afro-Surinaamse helden na de slavernijperiode waren in deze training ook fundamenteel.